Goed, goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 15. Goedemorgen allemaal, ik ben onderweg naar school toe. Ik moest heel laat beginnen, 11:45 pas. De bus komt over 4 minuten. Ik ben er altijd al bijna, het is heel dicht bij huis gelukkig. En ja, hoe laat ik uit ben is nog maar de vraag. Maar ik ga vandaag wel iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk vanavond naar een ijshockeywedstrijd. Met kennissen van mijn opa. En mijn opa's broer, mijn opa zelf. Dus ik ben uitgenodigd, vraag of ik mee wilde. Dus gezellig, natuurlijk. Dus ja, dat ga ik vanavond doen. Maar ik ga eerst natuurlijk nog even naar school. Volgens mij ben ik trouwens ook de helft vergeten, want ik ben echt een warhoofd deze ochtend. Dat heb ik normaal nooit. Goed, ik zit nu in de bus voor de komende 40 minuten ongeveer. En daarna ben ik op school tot een minuutje, of ik hoop 2:45. Ik hoop niet later. Ik ga alleen maar in de problemen komen, dus ik zie jullie vanmiddag. Goed, en ik loop weer in één keer buiten. Ik ben uit. Het is 4:15 nu. Ik ga even omkleden thuis, in ieder geval even een ander shirt aan doen. Ik denk dat ik het hier toch wat koud in ga krijgen vanavond. Maar ja, ik ben in ieder geval wel uit. De lichting is echt perfect hier zo. Geweldig. De zon gaat langzaam onder, dus vandaar dat het licht nu steeds beter werd. Wordt, niet werd, wordt. Oh, ik ben heel erg moe. Dus ik ga even mijn gemak houden zo nog. Even dan gaan we... Ga ik 4:45 naar mijn opa en oma toe, ga ik te eten. En daarna ga ik naar, gaan we weg. Ja! Daar zijn we weer. Dag 15. Wat mag het dit keer zijn? Je kan het niet missen, het leg onder de dooien. Nee. Stop met dat gemok, kijk maar snel in het dierenhok. Nou, daar kom ik net vandaan. In de buiten. Kom op, lopen. Ik vond het eng. Goh, wat zou dat zijn? Een pop. Oh. Lekker flesje rum. Goed, het wordt inmiddels avond. Het wordt al schemerig. Ik ben lekker warm aangekleed. Ik heb een dikke wol vest aan. Mijn jas van de Primark, die is niet lang, maar wel lekker dik en warm. Muts van mijn vader, van de niet-dragen waar die vroeger werkte. Handschoenen zitten in mijn binnenzak hier. En ja, onderweg naar mijn opa en oma toe nu. Ben ik binnen 10 minuutjes. Ik heb dit kleine tasje bij, omdat mijn opa zegt er is heel weinig zitplaats daar. En ja, daar zit ik er natuurlijk ook niet op te wachten om allerlei, hoe heet dat? Grote tassen er dan mee te nemen. Dus ja, onderweg naar mijn opa en oma. Tot zo! Mag wel bom bom maar. Goed, we kwamen hier aan bij het ijshockeyveld. En het leek in eerste instantie heel erg klein van buiten, maar het was mega groot van binnen. Voordat de wedstrijd begon, ging er een ijswagen over het ijs heen om het ijs nog even goed plat te maken. Het was net een spiegelbaan om te zien. In het begin van de wedstrijd ging een heel klein jongetje over het veld heen met een vlag om de wedstrijd officieel te openen. Vervolgens gingen de twee teams nog even warm draaien. Het blauwe team was Den Haag en het witte team was Amsterdam. Thank you.
Hier begon dan ook officieel de wedstrijd. In het begin dacht ik echt zo, is alles wat ik de hele avond naar moet zitten kijken. Maar laatst op de avond begon het echt heel vet te zien. Ja, ik kan hier niet zoveel over zeggen. Het was voor mij heel moeilijk om met de camera mee te bewegen waar de puck heen ging. Hij stond wel op sportstand, zodat hij ook een korte sluitertijd heeft. Maar het ging al best wel heel erg razend snel. Hier even een voorproefje van het geluid in het stadion. Het was geweldig. Wat snel voor Amsterdam 1 punt. Hey, hey, je bent op mijn plek, zeg. Hey. Na de eerste 20 minuten pauze ging er weer 20 minuten de wedstrijd aan vooraf. Het wisselen was ook super, super snel. De ene ging er weer in en de andere ging er weer uit. Hier hadden ze dus waarschijnlijk, als ik het goed heb, hadden ze hier gescoord. Ik was elke keer te laat met de echte scores opnemen. Maar de sfeer was zo geweldig als Den Haag scoorde. Echt wauw. Hier scoorden ze dus. Let op. Ze zaten hier op de 9 punten en ze hebben uiteindelijk de wedstrijd gewonnen met 10-1 van Amsterdam. Super knap. Ik zou het niet kunnen. Waarschijnlijk zou ik na één slag al niet doodzetten tussen al die mannen. Het gaat er heel hard naartoe. Ik probeerde hier nog een doelpunt vast te leggen, maar dat is moeilijker dan gedacht. Dit was het laatste stukje wat ik van de wedstrijd heb vastgelegd. Hier scoorden ze, als het goed is, net voor de 10. En wauw, de sfeer toen ze de 10 herhaalden, geweldig. Ik heb het hele stadion gelost. Na de wedstrijd heeft iedereen elkaar nog netjes een hand geschud. En dan was de wedstrijd voorbij en zijn we naar huis gegaan. Omgekleed en ik ga slapen. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb het heel erg gaaf ervaren. In het begin dacht ik, oké, is dit het? Maar vervolgens vond ik het wel echt heel erg vet. Maar ik moet heel zachtjes doen, want iedereen slaapt al. Dus
morgen bij Vlogmasdag 16. Tot morgen. Doeg.